We zijn inmiddels aangekomen bij het laatste tekst van dit examen. Uh, je bent er nog steeds, hartstikke goed. Fijn dat je er nog uh, bent. We gaan even kijken naar wat we moeten doen in deze vraag. We hebben hier een um, vacancy, dus dat betekent een, een, een vacature: voor president of the foundation of Foundation Ibsen. Want het is Frans, zie ik staan. Um, ik weet niet wat het is, Fondation Ibsen. Um, we weten wel dat we iets verwachten van een job description. We verwachten iets van uh, wat je moet doen, wat je moet kunnen. En dat staat allemaal een beetje hieronder. Dit um, stond in The Guardian in 2017. We hoeven dit hele ding te lezen, want dat lijkt me niet nodig. Dus we gaan even de tekst lezen en dan kijken waar we naar op zoek moeten. Which of the following descriptions refer to Fondation Ibsen, judging from the text? Nou, lijkt me dat dat niet hier staat achterin, dus dit kunnen we straks lezen. Maar we gaan eerst even kijken naar het eerste stuk. Want ik neem aan dat ze dat daar um, noteren. Gelijk aan het begin. An exciting challenge that keeps you close to cutting edge science. Under the ages of the Fondation de France, de Fondation Ibsen tracks progress in biomedical research with the continuing aim of highlighting fundamental advances. The ambition of the Fondation Ipsen is to identify emerging knowledge on a new paradigm and new paradigms and to foster the most promising interconnections between domains to facilitate the process of scientific interdisciplinary fertilization. To play a part in highlighting what is at stake, to promote the interactions needed between specialists in different fields of research, and to disseminate the most recent discoveries. Die Fondation Ibsen facilitates interdisciplinary groups of clinical practitioners and academies involved in basic research to meet at regular series of meetings. Oké, okay, dat is een hele, hele lange, uitgebreide zinnen staan hierin. Goed voorbeeld van academische tekst. Dus als je volgend jaar aan de universiteit gaat en je doet iets in het Engels, ga je veel van dit soort zinnen tegenkomen. Gaan we even kijken naar de opties. Which of the following descriptions refers to the Fondation Ibsen, judging from the text? It is a charity dedicated to the mission to facilitate open discussions about medical breakthroughs and research by organizing conferences, publishing journals, and hosting online exchange platforms. Ok, ik ga hem afstrepen, want ik denk het woord online is verraderlijk We hebben niks gelezen over online, dus online is niet aan de orde. It is a large academic center for biological research that is dedicated to promotion of biodiversity and the restoration of pres and preservation of natural ecosystems around the world. Ook die kunnen we wegstrepen, want ook dat staat er niet in. It is a multinational pharmaceutical company that develops a wide variety of products such as human and veterinarian products, consumer healthcare products and agricultural chemicals. Veterinarian is for the dieren, Uh, human is voor mensen. En agriculture gaat natuurlijk over uh, landbouw. Nou, dat wordt ook niet genoemd. Er wordt niks gezegd over wat zij specifiek doen. En ook niet dat het een pharmaceutical company is. Dat zijn bedrijven die medicijnen maken. Dus dat is het ook niet. It is an institution that tries to spread scientific knowledge and contribute to and advance any promising developments. For instance, by bringing together researchers from different fields of expertise. Dit is het juiste antwoord, en dit staat letterlijk in de laatste zin. The Fondation Ibsen facilitates interdisciplinary groups of clinical practitioners and academies involved in basic research to meet at a regular series of meetings. Dus um, en dat staat ook nog in de daarboven, eigenlijk het hele stuk, dit hele gedeelte is het antwoord op de vraag. Dit bevestigt allemaal antwoord D. To play a part in highlighting what het stake. Uh, nou, dat staat hier ook. Hè. Promising development, dat staat ook wel een beetje hierboven. Hier staat ook over die promising development. Interdisciplinary fertilization, dat betekent ook dat verschillende um, fields kunnen mensen gaan samenwerken en ideeën opdoen. Op dus dat is allemaal een beetje wat, wat hier um, in antwoord D wordt omschreven. Dan vraag 42, en dat zegt: Geef van de volgende kwalificaties aan of de voorzitter van Fondation Ibsen eraan moet voldoen. Noteer wel of niet achter elk nummer op het antwoordblad. Oké. Okay. Hij of zij moet wel of niet een aantal jaren hoger zijn. Dat vinden we dan, als het goed is, hier bij Qualifications. Gaan we even lezen wat er staat? The incumbent should bring a combination of strong scientific/slash medical competences. With a successful track record in life sciences, academia and industry, and external peers recognition, together with skills and experience in scientific, medical writing and scientific communications. The position is based in France, Paris, France. A PhD with at least 15 years of experience in academic research and or life science industry, including significant experience in strategic leadership capacity. Okay, this would a PhD hebben. met 15 jaar ervaring in onderzoek of en um, of life science industry. Je moet de hebben the ability to translate basic science to medicine, clinical practice and patient, patient outcome. Dus Je moet het kunnen omschrijven um, voor patiënten, dus echt praktisch maken. Membership in the National Sciences Medicine Pharmacy Academy would be a plus. Experience in scientific publishing in prestigious journals would be a plus. So, belangrijk dat deze dingen alleen plussen zijn en niet echt een vereiste. Would be a plus. Would be a plus. Leadership qualities and experience appropriate to interact with senior executive and renowned scientists around the world. Proven ability to operate in top-notch scientific environment. Proven ability to have influence across diverse scientific and/or medical sectors. Proven ability to create, develop, and sustain external networks within the global scientific community. Strong writing, editing and public speaking skills. Strong interpersonal skills required. Language. English fluency required. And French fluency would be a plus. Dus so again, a plus. Gaan we even kijken wat uh, Cito ons opties geeft. Uh, hij of zij moet een jaar jaren een hoogleraar zijn geweest. Um, nou, hoogleraar, dan ben je professor. Er dus staat niks over dat die persoon een professor moet zijn. Dus die zouden we kunnen noteren als nee. Wetenschappelijk artikel kunnen herschrijven om ze toegankelijk te maken voor een groot publiek. Ja, dat zou je hieruit kunnen halen. Even kijken. Dat stukje, de optie 3. Dat zou je hieruit kunnen halen. Alleen, het is niet een groot publiek, dit stukje. Dit is heel specifiek, dus ik denk dat we deze ook kunnen noteren als nee. Hij of zij moet aantoonbaar over goede contacten in de wetenschappelijke wereld beschikken. Ja, dat staat hierboven. Um, even kijken. Ja, dat staat hierboven. Dus die wel. Hij of zij moet ervaring hebben met het implementeren van communicatiestrategieën. Je zou kunnen zeggen dat dat een beetje hier staat: Develop external networks within the global scientific community. Maar dat gaat niet over strategieën. Het gaat meer over dat je gewoon die netwerk kan aanleggen en dat je daar, uh, een, dat je daar ervaring mee hebt. En dat je dat kan, zeg maar, dat je die kan maken, behouden en uh, ook een beetje kan voeden. Dus het gaat niet over het implementeren van communicatiestrategieën. Dus dat is verwarrend. Dat is een beetje een afleider. Dus dat is niet. Dus we kunnen op ons antwoordblad bij vraag 42 noteren dat alleen 3 wel is. Dus niet, niet, wel, niet. Nou, en zo, met deze communicatiestrategieën komen we aan het einde van dit examen. Hopelijk vond je het heel handig, deze serie aan video's. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Um, laat gerust iets achter in de comments uh, bij elke video of bij deze video als je het nuttig vond. Um, ik wens je in ieder geval heel veel succes met je eindexamen Engels op het VWO. Zorg ervoor dat je een goed woordenboek hebt, dat je werkt aan je vocabulaire en dat je ook bedenkt dat je niet alles hoeft te lezen. Soms kan je met een, een klein stukje van een tekst lezen al heel veel vragen beantwoorden of de vragen specifiek beantwoorden waar ze naar op zoek zijn. Voor nu bedank ik je voor het kijken naar deze hele lange serie examenvideo's. Um, hopelijk vond je het handig. En hopelijk hou jij je examen hierdoor, um, door deze serie van video's. Veel succes en tot een van mijn volgende video's.